Kut jongens, ik heb een run. Dat helemaal niet door. Kijk dan. Kijk eens jongens, 11 kilo van de voorstek. Beast. Player. Ewa. Wat ga jij doen vanaf? Vandoor. Het is uurtje of 9. Eindelijk een beetje afgekoeld. Graad of 23 nog steeds. En ik heb een weekje gevoerd. Dan gaan we lekker vissen. Kijk eens. Dit is de rig waar ik vandaag mee ga vissen. Een vet perootje, je kent het principe, ik vis er vaak mee. 25 cm onderlijn materiaal, een feng twist haakje, 18 mm Kenny Nut Crush Bowie, waar ik heel de week mee heb gevoerd. Lekker inhaking, stukje poetie, stukje gestript, stukje niet gestript. En ja, kind kan de was doen, moet goed komen. Ander engeltje vis ik met coconut cream, citrus pop-upje erop en een mooi pimpont haartje, maatje 7, centimeter 25. Ja, daar zitten we weer. Deze man is net terug van stapvakantie. Waar ben jij geweest? Ik ben in Port Zeelanden geweest. Port Zeelanden. Zo goed. En hij zit nu alweer aan de koude punt. Juist, yes. Een dikke alcoholverslaving. Nou, ik ga toch gewoon stiekem weer een engeltje uitgooien. Vorige keer heb ik nou succes mee de chodder. Ziet hem hier bungelen. Ik heb de tijgernoten eronder en ook een extra stekje uit aangevoerd van de week, dus misschien even wel vis te wachten. En ik ben benieuwd, vorig jaar ook midden in de nacht op de chodder een actie, dus het moet goed komen. Nou, ik heb al mijn engels inleggen, nu even voeren. Met deze mix, coconut cream met Kenny Nut Crush gemixt, heb ik 4, 5 dagjes gevoerd. In combinatie met tijgenoten. Langs heel deze regenstrook. Ik voer nu niet te veel. Straks nog een schep tijgers erop. En dan afwachten tot de aanbeet komen. Zo jongens, daar is hij dan. Een mooie vis van het kanaal. Na 3 uur op de voorstek riep hij al af. Een keertje of 6, 7 denk ik. 8. Ja, is lekker sterk. En hij mag weer gaan. Lekker hoor. Zo jongens, het is 6:30 ochtends. De zon begint op te komen. En ik heb goed nieuws. Want de tweede vis is een feit. Picobello. Kijk eens, een mooie kanaalschuif hier in het net. Niet zo groot, maar goed. Oh, wow, hij is wild. Toch een teken van bevestiging dat de voerstek heeft geholpen. Kijk de jongens. Mooie dingen. Daar is hij dan. Echt typische kanaalvis. Sterk, torpedo achter. Ja, heerlijk. Kijk dan. Mooi. Rieten. Kijk eens wat we hier spotten. Dat carpetback hier gaan, joh. Jij hebt nog geen korstengel mee. Weet je, jongens, ik heb een run. Dat helemaal niet door. Kijk. Mooi visje toch? Mooi visje, zeker mooi visje. Kijk eens jongens, 11 kilo van de voorstek. Op het coconut.
Fucking mooie vis. Echt kanaalstrijder was ziek sterk. Harde run, niet normaal. Ja, kijk dit dan. Geniet hier. Heerlijk. Ja, jongens. 11 kilo kanaalstrijden. En mogen we gaan. Heerlijk sterk. Nou jongens, na deze sessie ben ik gewoon doorgegaan. Ik had zoveel vertrouwen. 4, 5 aanmeten in de eerste nacht. Dus ik denk ik ga door blijven voeren. Ik ken het Crush Coconut Cream. Ik gooide er elke dag 4, 5 van het gram van in het water vlak voor mijn werk. Ik heb veel gewerkt deze periode. En ook na het werk ging ik dan sessietjes vissen. Kwam ik 11 uur aan. Ideaal, je hebt hier lantaarnpalen, dus geen hoofd van nodig. En 9 uur 's ochtends was ik weer weg. Dus ik heb een aantal hele mooie vissen gevangen. Die beelden komen na dit stukje. En geniet nog even van het laatste deel van de video. Dus. Kijk dan jongens, mooie kanaalvis weer, een kiertje of 10. Ja, heerlijk sterk. Ken in het crush. Hij mag weer gaan. Yes. Wie? Zo, jongens, kijk eens aan. Ik zeg net een uurtje in. En de eerste kanaalrakker heeft zich al gemeld. Fucking zieke, sterke vis. Schub zoals altijd. Ik dacht even dat het spiegel was. Maar ja. Kijk dit dan, is toch mooi? Fucking nice. Is de beste jongen. Beste unit. Heb ik ook weer eten op de voerstek. We mogen weer terug. Mooi beest, jongen. Ah, helemaal nat. Leuk. Nou, het is een uur of 7, ik kon niet meer slapen. Dus ik denk, een stukje langs het kanaal lopen. Het is nu nog lekker vrachtwater. Weinig auto's en vrachtwagens voorbij. Dus die vis kan je nog eens spotten. Dus ik liep 20 meter verder, gewoon best wel dicht bij de stek. Zag ik een vis draaien, bergetjes erbij. Dus wat we hier hebben, de chotrig, ga ik er even op naartoe gooien. En misschien vangen we nog eentje bij. Mooie vis van de voerstek weer. Kilo of 8, 9 denk ik. Ja, prachtig beest. Echt blij mee. Coconut cream. En een citrus pop-upje erop. Ja, kind kan er was doen. En ja, ze heb 2 verspeeld vannacht. Maar het is echt mooi. Hier doen we het voor. Ik heb nog geen 2 uur te vissen. Ik vind dan een hele mooie kanaalvis. Ja, typisch. Kijk, sterk. Dikke bek. Groot staart. Prachtig. Coconut cream. Snowmannetje met een citrus pop-upje. Ja, de voerstek doet gewoon wat hij moet doen. Heerlijk. Kilootje van 8, 9. Ja, hier ben ik blij mee. Lekker hoor. Nou jongens, dit is het einde dan. De laatste vis van de voerstek. Ik heb hier 3 weken lang elke dag gevoerd. En het heeft zeker zijn resultaat opgeleverd. Dit is de laatste vis, ik ga ermee stoppen. Zo ontiegelijk veel gevangen. Lang niet allemaal in het filmpje. Maar het was geweldig. Wat een tijd, wat een vis. Wat een kracht. En mogen we gaan. Vond je de video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Er komen nog dikke video's aan dit jaar. Dus blijf het. Maar ik krijg er zo een ook zo wat nog ineens uit, denk ik. Nee? Nou, ik zit maar met een werfengeltje. Ja, ik ook. Nou, ik zit echt de beurs hier. Het is 11 uur 's ochtends en nu al 28 graden. Fucking heet. Blijf me aanhouden, die heet. Dus ik ga snel naar huis. Ik verwacht geen vis meer te vangen. En tot ziens. Ja, jongens, stond maar even een kerst op de taart. Tijdens het opruimen loopt hij nog 1 keer af. Kijk daar joh. Ja, geweldig. Ik kan nog even doen. Ja, nu wel even tot ziens. Abonneer voor meer, like de video en tot de volgende keer. Oh. Jij kan ook helemaal niks ook. Mooi beest. Prachtige vis. Ja, mooi weer gaan. Echt een mooie. Doei, later jongens.